De derde ronde, 4 foto's op rij, 1 hoort er niet bij. Oftewel, wie is de barende vrouw tussen de wachtende patiënten bij de tandarts? Voor beide, 4 vaste kijkers van Dit Was Het Nieuws. Khadija Ariep, Donald Trump, Thierry Baudet en Yoshiro Mori. En wie hoort er niet bij? Ik zit nog helemaal in die 1996-vibe. Maar die Mori, die zag er in 96 waarschijnlijk net zo uit. En Thierry Baudet dacht toen nog dat hij ooit klassiek pianist ging worden. Dat waren die zat toen ook op het gymnasium, denk ik. Het is toch ongelooflijk met die apps dat... de eerste zijn verweer is, het zijn privé-apps. Kijk, ten eerste, ik geloof heilig overtuigd dat we allemaal wel eens... We hebben allemaal vriendengroepen op WhatsApp waarbij we hele nare, harde grap maken. Maar dat is dan met 3, 4 mensen die jou echt door en door kennen, waarvan je weet, die snappen mijn intentie. Alleen, ten eerste, dit is voor mij geen privé-app. Ik bedoel, het is met je politieke partij. Dat is iets heel anders van mensen die een land willen gaan regeren. En dan Van Haga, dat vind ik zo mooi, die reageert daarop. Van, luister, ik heb het artikel nog niet gelezen. Dat is het nieuwste argument. Wat ik veel meer dus dan kan je nooit echt reageren. Dat is ook lekker. Van, ja, ik heb het nog niet gelezen. Dus, maar het zal in hoge mate filosofisch zijn. En ik ken die apps niet. Terwijl, dat is de lul. Die heeft die apps onderzocht. Die had ze heel genaamd een onderzoek gedaan. Terwijl, jij hoort die apps wel te kennen. En in hoge mate is dat filosofisch... Van, ik wil niet dat maar het is ook de man, Peter, en dat herkennen wij volgens mij allemaal... die er op dat moment achter is gekomen... ik zit niet in die appgroep. En dat is toch altijd een lullig moment, toch? Als je erachter komt dat mensen een appgroep hebben... en dat jij er niet in zit. Oh, dat is ja, hij pakt zo de verdedigingsstrategie inderdaad van het... van, ja, niet meer, jullie mogen, er bestaat zoiets als briefgeheim. Weet je? Je mag dat niet lezen. Maar dat is, ja, dan heeft hij misschien een punt. Maar dat betekent, ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je vrouw heeft je betrapt. Van, hey, je hebt allemaal dickpics naar mijn zus gestuurd. Je moet mijn appjes ook niet bekijken. Ja. Nou ja, we hebben allebei fouten gemaakt. Zand erover. Dat is een beetje de... Zo werkt dat niet. Ik weet niet hoe het is uitgelekt. Ik heb dat nou, dit is heel duidelijk. Het is gewoon die mensen die in die appgroepen... Dit is allemaal van maanden geleden... En daar word ik ook een beetje gek van. Het zijn allemaal mensen die die partij zijn uitgestapt... en nu dit naar buiten brengen via om hem schade te doen. Terwijl ik ook denk, ja, luister vrienden, jullie zijn eruit gegaan... omdat het op een gegeven moment ontplofte over corona. Dus niet over deze apps, niet over dit diep racistische gelul. Nee. Toen zaten jullie er allemaal bij en was het prima. We gaan lekker het land in, we gaan veel zetels. En nu gebruikt... Dus jullie zijn medeplichtig eraan. Ook gewoon vergif met haar, zeg ik altijd. Ja. Maar ja, wat ik grappig vond in die apps, en er is bijna niks grappigs aan... hij noemde Omzicht een feitenneuker. Dus dat is in zijn wereld een belediging. Die man ook met zijn feiten de hele tijd. Gadverdamme. We zitten bij 4 op een rij. Ja, nou, Trump is van een lijst gegaan. Die stond op een lijst voor acteurs. Of in ieder geval iets wat aan Hollywood gelinkt was. Een SAG. Hè? Voor de Screen Actors Guild. Ja, Screen Actors Guild. En daar is hij vanaf gegaan met een brief. Heeft hij een brief. Weer met die waanzinnige handtekening. Wat een soort hartslag is. heeft hij die weer ondertekend. En, Biden is gewoon een streep. Ja, Biden, ja, die heeft gewoon die heeft haast. Hartslag. Die heeft haast. En die Japaner wil iedereen op een lijst zetten, volgens mij. Die dan mag, die veilig de Olympische Spelen mag. Nee, nee. De Japaner is goed. Die is de voorzitter van Olympische Spelen, is dat. En die heeft gezegd, ik wil eigenlijk niet meer vrouwen in topfuncties, want ze zijn zo langdradig. Ze moeten minder... Ze moeten even, ze dan moeten niet, we een ze soort lekker beknopt spreken. Ja. Oh, die wil de lijst korter dan. En die is in opspraak. Ah, ja. Ja. En wat ik daar... Ik heb ook seksistische gedachten. Ik probeer ook te ontwikkelen en een beter mens te worden in de loop der tijd. Ik kan het beamen. Ik zit met hem in een appgroep. ik heb ook soms het idee gehad van... Vrouwen vertellen verhalen minder goed. Alleen, ik zat er laatst over na te denken. Waar komt dat vooroordeel vandaan? Omdat... ik bij vrouwen blijf luisteren. Dus wat natuurlijk gebeurt, er zijn evenveel saaie mannen... maar dan loop ik onmiddellijk weg. Terwijl ik heb bij een vrouw, ik date niet met mannen. Snap je? Terwijl dan heb ik een mooie vrouw met slechte verhalen... maar dan blijf ik luisteren omdat ze knap is en omdat ik op iets hoop. Ja. En daardoor komt natuurlijk het idee dat ik denk... oh, wat zijn vrouwen soms matig in verhalen. Terwijl dat is gewoon gelul. Alleen bij een man ga ik helemaal niet blijven staan. Dan is dat hallo, mazzel, ik heb betere dingen. Dit is jouw laatste kans om een onbekende te ontmoeten, denk ik. Ja, ik denk dat die kans nu gewoon gekeken is. Ik vond dit een hele mooie theorie. Ja. Wie wil de punten hebben? Wie hoort er niet bij? Ja, dan hoort Trump er niet bij, want die wil van de lijst af. Mm. En Khadija Ariep wil weer haarzelf opvolgen. Mm.
En ja. Ja, dat is hem dus niet. Jullie een kans? Ja, ik denk. Ik denk Trump. Ah. Oh. Hadden we dat publiek van 96 maar, die waren niet zo... Kan nu ook kapot gaan. Oh, ze weten het niet! Ik denk dat ze in 96, hoe krijgen die vier foto's in een scherm? Mijn god. ik denk, drie hebben uitglijders gemaakt. Baudet is uitgeleden. De Japanse voorzitter heeft een uitglijder gemaakt. Trump heeft een uitglijder gemaakt. En Ariep heeft juist iemand aangesproken op een uitglijder. Nou, dat is ook heel mooi, maar we wilden wat anders horen. Okay. Ja, drie van de vier waren boos op hun clubgenoten. Thierry Baudet is boos op zijn clubgenoten voor het lekken van oude racistische chats uit de groepsapp. Kamervoorzitter Khadija Ariep is boos op Henk Krol, want Krol twitterde deze. Donald Trump is boos op de acteursvakbond van Hollywood, waar hij tot voor kort lid van was. De ex-president zou geroyeerd worden naar aanleiding van de Capitoolrellen. Trump stuurde een boze brief waarin hij zelf zijn lidmaatschap opzegde. Who cares, schreef hij. En daarna begon hij op te scheppen over zijn rollen in films en series als Home Alone 2, Zoolander en The Fresh Prince of Bel-Air. Yoshimori hoort er niet bij. Hij is niet boos op zijn club, maar de club wel op hem. De 83-jarige voorzitter van het Olympisch Comité voor de Spelen in Tokio zei dat vrouwen tijdens vergaderingen nogal moeite hebben om zich aan de spreektijd te houden. Mori gaf toe dat ook zijn vrouw, dochter en kleindochter hem de les hadden gelezen. Inmiddels wordt Thierry bij alles wat hij doet gestigmatiseerd. Nou, Cher, weet je ook eens hoe het is om diegene te zijn met wie je niet wil dat je zus thuiskomt? Maar heeft Thierry die appjes nou wel echt verstuurd? Hij heeft in ieder geval 22 redenen om daar geen antwoord op te geven. Omdat ik het hier een beetje donker vind. Omdat ik het niet leuk vind om al wandelend een interview te geven. Jullie zijn er allemaal bang voor Kiona, dus dan moet je afstand houden. Voor wie? Maar we gaan eventjes daar wat is veel rustiger. Kijk nou eens naar jezelf, jongens. Voor ons is dit een totaal gepasseerd station. Ik ga daar überhaupt niet zo werkt het. Omdat niemand daar iets mee te maken heeft. Waar het je weet toch wat je zelf geappt hebt? Nee, ik in 12 boeken mijn verhaal vertel. Je allemaal gebruiken voor een kartelspel. Er bestaat zoiets als een briefgeheim. Ik ga er helemaal niet op in. Ik ga toch ook niet. Ik ga er helemaal niet op. Wat een irrelevante punten allemaal. Dit zijn dus de technieken van een totalitair regime. Er bestaat zoiets als privéruimte. Misschien was ik het niet, maar misschien was het mijn broer. En lijkt mijn stem toch om. Daar, de feiten, hou nou toch op. Het gaat om, ik ga helemaal niet in op wat iemand wel of niet ooit is. Een jaar geleden wel of niet. Ergens heeft gezegd of niet gezegd. Daar heeft hij wel een punt. Alles getofferd. Hey, Blitse Kids. Nog steeds die video's aan het checken op de interwebs? Abonneer je nou gelijk. Like, duimpie. Hartstikke meme. Nou, hashtag de pestek.